dit is nou bijna 13 jaar sedert die eerste hartoortplanting. As u terugdink, hoe onthou u na die dag 3 December 1967? Van die operatie self kan ek nie veel onthou nie. Ek kan onthou, een deel van die operatie wat ek kan goed onthou is toe ons die hart klaar oorgeplant het en hy moet begin te werk op sy eie. En toe ons die hartklankmasjien moet afskakel sodat die hart die totale circulatie van die patiënt oorneem en die hart gefolter het en die bloeddruk afgegaan het en ons weer die hartklankmasjien moet gebruik het om die hart te help. En toe die oomblik toe die hart vanzelf die volle circulatie dra, daai oomblik was natuurlijk een baie groot oomblik vir ons geweest. En dit is omtrent al wat ek van die operatie kan onthou. Ek onthou toe dat ek die volgende ochend huis toe gereid, van die vroege ochend, toe luister ek naar die kar radio. En toe sê hulle dat die eerste menselijke hartoortplanting was gedoen door een span dokters in Grootskie Hospitaal. Toe ek by die huis kom, toe bel een vriend van my, van huis na Henty van Rooij, en hy sê, Chris, hy sê, ek weet jy die operatie gedoen. Ek sê, en hy sê, hulle het nie jou naam genoem, en as hulle jou naam nie noem nie, dat jy dit gedoen het, dan sal ek die wereld laat weet dat jy dit gedoen het. Min en ons geweet op die stadium wat de publiciteit het gaan uitloop. En toe die volgende aand, die selle aand wat daar al oosies beeldradies van die so om die, om van die operatie te hoor, en wat ons gedoen het en so aan. Die gebeure voor die operatie, was u op enige stadium bang dat iemand u gaan voorspring, as ek dit nee, so kan stel? Nee, nooit nie. Ons het nie gewerk met die doel om die eerste te wees in die wereld om die hartoortplanting te doen nie. Terwijl ons voorbereid het, 2 of 3 weke voor die tijd, het ons gehoor dat daar span in Amerika is wat recht maak om hartoortplanting te doen en ook groot span in Engeland. Maar ons het nooit gestreef om die eerste te wees. Om waar te sê, ons het een skenker gehad 2 weke voor of een week voordat Denise Dawal die skenker geword. Alhoewel die skenker heeltemal goed was, het ons die skenker nie gebruik nie, omdat het een kleerling skenker was, een swart skenker was. En ons wil nie een swart skenker gebruik nie, omdat ons bang was dat dit sal uitgebuit word, is ons gebruik swart mense harte om een wittes oor te plant. En ons het besluit, die spannend besluit, dat die eerste patiënt sal een wit patiënt wees, en die eerste skenker sal een wit skenker wees, so nie kan sê, ons experimenteer op swart mense of bruin mense nie. Professor Laastens, die toekomst van hartoortplantings, denk u dit is een vorm van operatie wat in die toekomst nog baie gebruik sal word, of sou u sê die tyd van hartoortplantings is uitgedien? Ja, ongetwijfeld is daar een geweldige toekomst van hartoortplantings. Die hartoortplant wat gedoen word binnen ons eie eenheid en oor die wereld raak al hoe meer en meer. En in die 13 jaar wat nou verloop het, is daar nie een operatie of methode wat kan gebruik word om hartoortplanting te vervang nie. Oor wat te sê, ek denk dat vandag, dat in die toekomst hartoortplanting miskien een van die algemeenste operaties gaan wees in hartsnijker. Want jy weet met alle ander hartoperaties, soos bijvoorbeeld klepvervanging en selfs die omleiding operaties, help ons die patiënt, ons maak hem beter, maar ons geef nie nieuwe hart nie, die ziekte bly daar so. Al wanneer wie die patiënt een nieuwe, absoluut gezonde hart kan geef, dat die kleppe gezond is, die aard is gezond, die spiers gezond, is die hartoortplanting.